Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag is mijn gast Tessa Lucia. Zij brengt op 5 juni een nieuwe roman uit, Plantage Wildlust. Het is natuurlijk aan het einde van de coronatijd waar we nu een beetje in zitten, waar de lancering van deze nieuwe roman van haar moet gaan geschieden op 5 juni. Reden voor ons om bij haar na te gaan hoe dat is geweest en hoe de launch van haar boek een andere wending heeft genomen. Ze vertelt ook meer over de inhoud. Gaat u meekijken? Goedemorgen Tessa, welkom in Q-Time. Goedemorgen Odette, leuk om bij jou in de huiskamer te zijn. Nee, het is niet mijn huiskamer, het is mijn kantoor. Maar eigenlijk wenste ik dat ik liever was waar jij bent, want dat ziet er prachtig uit. Ja, ik ben in een prachtige tuin op dit moment, zoals je ziet. Ik ben lekker buiten, dat is ook heerlijk in deze coronatijd om je te luchten. Dus Je bent welkom. Het ziet er fantastisch uit. En ik zie een hele leuke cabana daar links en ik zie een prachtige tuin daar rechts. En jij gebalanceerd in het midden, letterlijk en figuurlijk. Absoluut. Dit is dus Plantage Frederiksdorp. Dus min of meer mijn achtertuin, zo beschouw ik het. Ik ben hier vaak en dat is een heerlijke plek om te zijn. Hoe lang ben je nu al daar? Wij zijn gisteren hier aangekomen. Ja. Gisteren laat. We hebben ons door de verkiezingskaravaan in Kommerwijnen heen geploegd. We kwamen hier aan in het donker. Ja. Prachtige sterrenhemel, prachtige natuur. En jullie zitten de verkiezingen uit? Ja. Wat zei je, Odette? Zitten jullie de verkiezingen uit? Blijven jullie tot na maandag? Nee, helaas moeten wij weg. Helaas. Dus we gaan de hele verkiezingstamtam in Paramaribo, want wij wonen ook centrum Paramaribo, gaan we daar meemaken. En ik kan niet wachten tot maandag. Ik ben benieuwd. Nee, het is inderdaad een heel erg spannend wat er gaat gebeuren natuurlijk. Je ziet het om je heen. Gisteren reed ik door de straten in Paramaribo Noord. Dat vond ik heel creatief. En wat ze dus hadden gedaan is dat ze dus de ene partij stond naast de andere. En dan stonden ze dus met z'n allen op een rij. Dus als je door die straat rijdt, dan kreeg je dus de boodschap van de ene. En dan kom je bij de soundtrack van de andere. En dan kom je bij de propagandisten van de volgende. Ik vond dat eigenlijk wel een hele goeie. Want als je dus langs rijdt, dan kan je dus al die flyers meepikken. En zeggen, oké, laat me even lezen wat er gaat gebeuren voor maandag. Ik vond het eigenlijk best een hele aparte manier van propaganda voeren. Want toen ik jonger was, kan ik me herinneren, de streetparty, straten afgesloten, iedereen bij elkaar in massa's. Maar dit vond ik eigenlijk best een hele charmante oplossing voor deze tijd. Ideaal, gewoon één beurs, één locatie. Je pakt overal een flyer mee. Je gaat een weekend studeren op alle partijprogramma's. Hè? Want uiteindelijk gaat het daarom, laten we dat niet vergeten. Wat is het programma? En dan zijn we gewoon ready to go om maandag... Vol ornaat daar te staan, inderdaad, met onze paarse ping. Maar goed, voor jou is gaan er andere spannende dingen gebeuren op 5 juni. Dat is eigenlijk voor jou een bijzondere dag, dat is dus een weekje later. Maar er komt dus een nieuwe roman van jou uit. Dat is heel erg goed nieuws, want hoe lang geleden was het sinds de laatste roman? De laatste was 2015, dus precies 5 jaar geleden. En dat was Fancy Stilte, het boek dat ik schreef over mijn oma, mijn Surinaamse oma, die wasvrouw was en 9 kinderen te verzorgen had in Paramaribo. Een mooi levensverhaal vind ik zelf, waardoor ik ook mijn eigen oma en mijn ooms en tantes die ik allemaal heb geïnterviewd heb leren kennen. Dus na 5 jaar was het tijd voor een nieuw verhaal, een nieuw moois finale. Hoe heet jouw nieuwe roman? Het heet Plantage Wildlust. Het boek heb ik gemaakt naar een archiefmateriaal dat ik kreeg over een plantage. Een familie die een plantage heeft beheerd. En al die brieven en foto's vond ik zo interessant. Dat ik dacht, dat is echt natuurlijk stof voor een verhaal. Maar dan om allerlei mensen te belichten die op zo'n plantage woonden. Hè, dus de mensen die in de directie zaten, de huishoudster, de opzichter, in mijn geval een gemene opzichter. De arbeiders die daar woonden natuurlijk. En hun lot. Een moeilijke leven op zo'n plantage. Om dat van alle kanten te laten zien. En om daar een spannend en mooi verhaal van te maken. In welke periode speelde het verhaal zich af? Ja, het begin van de 20e eeuw. Dus zeg maar 1910. Dus een periode die in boeken nog niet, althans boeken over Suriname, nog niet zo vaak aan bod is geweest. Dus dat vond ik ook interessant om die contractperiode te nemen.
En nou ja, er zijn natuurlijk tal van boeken over de feiten, de jaartallen. Maar ik wilde iets meegeven over hoe het voor mensen moet zijn geweest. Dus het gevoelsleven van mensen. Je zat op zo'n plantage, ja, waar ik dus nu ook zit. Prachtig om te zien. Maar dan zat je wel met z'n allen hutje-mutje op elkaar. En je moest het met elkaar doen. En je was verschillende rangen en standen. Ja. En ook van verschillende rassen. Je had Hollander die het bewind voerde. Maar die ook weer in knel zat tussen zijn opdrachtgever uit Nederland. Je had in mijn geval de huishoudster, de zwarte huishoudster. Een opzichter, ook een Creoolse, Afro-Surinaamse opzichter. En de arbeiders, Hindoestaanse of Javaanse arbeiders. Dus het was een mengelmoes van allerlei culturen die het met elkaar moesten zien doen. Verschillende lagen van hiërarchie. En wat ik uit die brieven die ik heb gelezen opmerkte, was dat mensen helemaal niet met zulke slechte bedoelingen naar een land gingen. In dit geval Suriname, maar ook Nederlands-Indië. Die familie had ook in Nederlands-Indië gewerkt. Maar dat ze in een systeem belanden en ze mee moesten gaan met de gang van zaken. En dus eigenlijk langzaam een beetje slechter werden. Oké, interessant. Want dat systeem zich op zoveel mogelijk uit mensen halen. Hè, om mensen zoveel mogelijk aan het werk te zetten voor zo groot mogelijke winsten. Dus mensen met de beste bedoelingen kwamen, moesten mee in dat systeem. En dat leverde heel veel spanning op een plantage. Ik vind het wel heel erg interessant als je het zo vertelt. Omdat ik eigenlijk terug relateer aan, ik probeer te plaatsen in wat er nu allemaal gebeurt. Gewoon in Suriname, maar niet alleen, maar ook in de wereld. Dan denk ik, wauw, okay, het is wel interessant om die lijnen te trekken met elkaar. Maar het is natuurlijk coronatijd, dus hoe ga jij het boek nu uitgeven op 5 juni? Want dat waarschijnlijk heb je ook moeten aanpassen. Ik moest ontzettend aanpassen. Mijn boek was gepland in april. Toen barstte ook in Suriname natuurlijk helaas corona los. Ik zou naar Nederland reizen, dat kon niet meer. Ik dacht, iemand heeft me ooit gezegd, maak van je zwakte je kracht. En ik dacht, gewoonlijk heb ik een presentatie en daar zijn dan een aantal mensen bij, misschien 50, 60, misschien meer. Nu zou ik het online kunnen doen en wie weet kijken dan wel veel meer mensen ernaar. Dus ik heb een technische expert in de arm genomen, Jamie Rezo, ook bekend als Carter, onze mooie zanger. We zijn naar een mooie plek gegaan, ook Plantage Frederiksdorp. En we hebben de lezing opgenomen. Hij heeft mij gefilmd terwijl ik die lezing uitspreek. Want de boekpresentatie wordt voorafgegaan aan een lezing. Dat is naar Nederland gestuurd. En daar hebben ze met mij online een interview gedaan. En dat geheel komt 5 juni op de website te staan. Van de Werkse Letteren. Caribisch Uitzicht heet dat. En de Openbare Bibliotheek Amsterdam, oba.nl. Dus iedereen is uitgenodigd deze keer om bij mijn boekpresentatie te zijn. Wie weet, zet je een nieuwe trend en worden alle presentaties op deze manier en niet meer in een kleine kamer met een beperkt aantal mensen. Ja, absoluut. En ik denk voor veel mensen in creatieve beroepen die hun boeken uitbrengen in een ander land. Omdat wij in Suriname geen uitgeverij hebben. We hebben wel mooie drukkerijen. Dat kan dit een brug zijn om toch je publiek te bereiken op meerdere plekken. We hebben Surinamers wonen. Ik krijg soms reacties van mensen die uit Amerika wonen, New York. Surinamers zitten over de hele wereld. En soms via Facebook benaderen. Op deze manier kunnen ze deel zijn van de lancering van mijn nieuwe boek. Ja, heel erg spannend. Ja. Maar ik ben in ieder geval wel aan voor het verhaal. Dus 5 juni ben ik daar. En dan moet je wel alleen nog vertellen binnen hoeveel tijd de boeken daar inderdaad ook wel hier te krijgen zijn. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Sorry, ik kom sowieso een audioboek van en een e-boek. Maar ik haal de fysieke boeken natuurlijk ook met behulp van de boekhandel in Paramaribo. Nou, dan houden we het in de gaten. Op 5 juni is er ook nog een andere lezing van Cola de Brot. Kan je ons daar wat meer over vertellen? Want gaat dat samen met de lezing van jou? Hoe zit dat precies in elkaar? Ja, dat is de Cola de Brot lezing. Is een initiatief van de werkgroep Caribische Letteren. Dat is een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam.
En die brengen Surinaamse en Antilliaanse literatuur onder de aandacht. En die hebben tweejaarlijks doen zij deze lezing onder de naam van de schrijver Cola de Brot. En dan wordt steeds een schrijver uitgenodigd om iets te vertellen over een onderwerp dat je zelf boeit. En dit jaar, deze keer, ben ik uitgenodigd. Het is om de twee jaar. Ben ik uitgenodigd om dat te doen. Nou, vond ik een hele eer en een prachtige gelegenheid om daaraan mijn boekpresentatie te doen. Dus het onderwerp van mijn lezing is Wij hebben helden, wij bestaan. En zoals alles waarover ik schrijf, heeft dat te maken met Suriname. Dus ik zou zeggen, luister vanaf 5 juni naar wat ik daarover te vertellen heb over het belang. Van helden, hoe groot of klein ook. Wij hebben helden, wij bestaan, vind ik een hele interessante uitspraak. Het is eigenlijk bijna een quote. Bestand die al of komt die van jou? Hij is prachtig. Dat is van mij. Dat zet je direct tot nadenken. Echt waar. Dat deed het wel direct met mij. Toen ik het hoorde, dacht ik van, hé, wacht even. Deze is echt heel erg mooi. Maar dat is dus in principe waar je over gaat praten. En dan ga je eigenlijk invulling geven aan onze eigen Surinaamse helden. Is dat de bedoeling ervan? Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Een tipje van de sluier. De mensen die mij hebben geïnspireerd. Verschillende manieren. En die helden zijn groot, maar ook klein. Want we vergeten soms de kleine helden. Ik noemde al even mijn Surinaamse oma. Ik heb ook een Nederlandse oma. Die als wasvrouw 9 kinderen door de school heeft te weten te krijgen. En allemaal een opleiding heeft bezorgd. The everyday heroes om ons heen. Hè? Ja, precies. Dat is ook een held. Everyday Invisible Heroes, laten we die niet vergeten. Dus in mijn lezing haal ik wat meer bekende mensen aan, maar ook mensen die in mijn ogen heel helden erg zijn. Mooi. Nou, Tessa, we zullen in ieder geval het blijven volgen. Als mensen geïnteresseerd zijn hierin, moeten ze zeker, denk ik, je Facebookpage in de gaten houden rond 5 juni, zodat ze meer informatie kunnen krijgen en de details over waar ze kunnen volgen wat jij allemaal aan het doen bent. Maar good job, prachtig verhaal, we zijn trots op je. Heel mooi. En ik kijk uit naar je roman. Want je hebt in ieder geval mij wel geïnspireerd om te gaan lezen. Ik doe het te weinig. Ik heb me echt aan het begin van dit jaar voorgenomen om weer te starten. Nog steeds niet genoeg tijd ervoor uitgetrokken. Maar als je dit soort leuke prikkels krijgt, dan helpt het wel weer. En het is coronatijd. Dus inderdaad. Prachtig werk dat je hebt gedaan, Tessa. Heel erg veel succes ermee. We houden je in de gaten vanaf 5 juni. En ik zou zeggen, geniet van elke seconde op de prachtige plek waar je bent. En dan kijken we er naar uit. Dankjewel, Odette. Ja? En bedankt voor het gesprek. Is goed. Ja. Jij ook. Oké. Bye. Dag. Dag. Dat was het gesprek met Tessa. En Tessa lanceert op 5 juni haar nieuwe roman. En zo zie je, als inderdaad er moeilijke tijden zijn, word je creatiever. Online gaat ze dus haar boek presenteren op 5 juni en wordt er ook een lezing gehouden. Houdt u haar Facebookpage in de gaten, zodat u ook kunt meekijken over wat Surinaams talent presenteert. Niet alleen maar in Suriname, maar ook op een internationaal podium. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende aflevering. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.